Op een dag rent Nijntje naar school en Snuffy rent met haar mee, omdat ze de lekkere worst in Nijntjes broodtrommel ruikt. Nijntje heeft haast vandaag, want ze wil een cadeautje maken voor Moederdag. In de klas liggen felle gekleurd papier en lapjes stof. Nijntje gaat een mooi doosje maken voor haar moeders ketting. Het is veel werk. Ze knipt stukjes blauw karton. Ze smeert er lijm op. En dan vouwt ze het zo dat het een mooi doosje wordt. Dan pakt ze een stuk rood papier en knipt er een hartje uit. En die plakt ze bovenop het doosje. Op weg naar huis stopt ze even om het blauwe doosje in haar broodtrommel te stoppen, zodat haar moeder hem niet ziet, want ze wil dat het een verrassing is. Ik verstop dit cadeau onder mijn bed, denkt ze. En dan maak ik een speurtocht met tekeningen op blaadjes papier. Als Nijntje het blauwe doosje uit haar broodtrommel haalt, merkt ze dat hij een beetje naar de worst ruikt die ze 's middags op brood had. Snuffy ruikt het ook en komt kijken wat Nijntje aan het doen is. Sssst, fluistert Nijntje. Dit is een verrassing voor mijn moeder. Dan pakt Nijntje haar schetsblok en maakt ze op elk blaadje een tekening. Eerst tekent ze een schaal. En ze legt deze tekening op haar moeders lievelingsstoel. Dan tekent ze haar speelgoedmand. En ze legt deze tekening in de schaal. Als laatste maakt ze een tekening van haar bed. En deze tekening stopt ze in haar speelgoedmand. Een echte speurtocht voor moeder, zegt Nijntje. Zo is het spannend om het cadeau te vinden. De volgende ochtend zegt Nijntje: lieve moeder, vandaag is het jouw dag, want het is Moederdag. Wil je in je lievelingsstoel zitten? Als moeder de tekening van de schaal op haar stoel ziet, moet ze lachen. Ik weet het, zegt ze. Je hebt een speurtocht voor me gemaakt. Nu moet ik in de schaal kijken. Als ze naar de schaal loopt, ziet ze de tekening van de speelgoedmand. Ze loopt er naartoe en daar vindt ze de tekening van Nijntjes bed. Dus kijkt ze onder Nijntjes bed. Nijntje vindt het spannend en ze is benieuwd hoe haar moeder het mooie blauwe doosje vindt. Maar er ligt niets onder Nijntjes bed. Niet eens een tekening. Waar moet ik nu kijken? Vraagt Nijntjes moeder. Op dat moment komt Snuffy binnen. Ze kwispelt met haar staartje en blaft vrolijk. Wat heb je met het cadeautje gedaan, Snuffy? Vraagt Nijntje. Snuffy rent naar het hondenhok in de tuin. Moeder kijkt in het hondenhok. En daar is het doosje. Wat een mooi cadeau, roept moeder blij. Wat heb je dat knap gemaakt, Nijntje. En wat slim ook om het in Snuffy's hondenhok te verstoppen. Daar zou ik nooit hebben gezocht. Nijntje moet lachen. Het is een hele speciale moederdag geworden. Op een dag waait het heel hard. Bij Boris en Barbara thuis staat er nog een raam open. Als Boris thuis komt van het werk in het bos, schrikt hij als hij allemaal blaadjes ziet. Barbara, Barbara, roept Boris. Je bent vergeten het raam dicht te doen en nu ligt het huis vol met blaadjes. Maar Barbara is niet thuis. Waar zou ze zijn? Gelukkig, daar is Barbara al met een mand vol boodschappen. Dag Boris, zegt ze. Ik was naar de markt om boodschappen te doen.
Maar je bent vergeten om het raam dicht te doen. Moet je nou eens zien. De wind heeft al deze blaadjes ons huis ingeblazen. Zoiets belangrijks mag je niet vergeten. Het spijt me, Boris, zegt Barbara. Ik zal alle blaadjes weer naar buiten vegen. Maar je hoeft niet zo boos te worden. Jij vergeet ook wel eens iets. Ik vergeet nooit iets belangrijks, zegt Boris. Hij is nog steeds een beetje boos op Barbara. Ik ga naar Nijntje toe, zegt hij. Want ik heb haar beloofd om een schuurtje te bouwen. Hij pakt zijn gereedschap en de planken en hij legt alles in zijn karretje. Kijk, zegt hij. Ik neem alles wat ik nodig heb mee en ik vergeet niets. Zegt Barbara. En ze gaat door met het vegen van de blaadjes, terwijl Boris met zijn karretje het bos in loopt. Als hij bij Nijntje aankomt, begint hij met het bouwen van een schuurtje. Het wordt precies groot genoeg voor Nijntje's step. Wat een mooi schuurtje, zegt Nijntje. Dank je wel, Boris. En Boris is trots dat hij zo'n mooi schuurtje heeft gemaakt. Thuis is Barbara eindelijk klaar met het wegvegen van de blaadjes. En ze is moe geworden van het werk. Ze zet de bezem terug in de werkplaats van Boris, op de goede plek. En wat denk je dat er op de werkbank van Boris ligt? Een slot en een sleutel. Op dat moment doet Nijntje de deur van haar nieuwe schuurtje dicht. Maar hij gaat weer open. De deur blijft niet dicht zitten, Boris, zegt Nijntje. Heb jij geen slot opgedaan? Oh, vergeten, zegt Boris. Net op dat moment komt Barbara aangelopen. En ze heeft iets in haar hand. Het is een slot. Ben jij misschien iets vergeten, Boris? Vraagt Barbara. Ik dacht dat jij nooit iets belangrijks vergat. Boris schaamt zich wel een beetje. Maar Nijntje zegt... Oh, ik ben ook iets belangrijks vergeten. Van moeder moest ik voor jullie lekkere warme chocolademelk maken... als dank voor de nieuwe schuur. En ze moeten allemaal lachen. Op een dag is Nijntje erg vrolijk. Want na school gaat ze met haar dansgroep bij Tante Trein een nieuwe dans leren. Als de school uit is, verzamelen ze buiten in de speeltuin. Daar is Willemijn. Zij kan prachtig op één been dansen. En daar is Nina. Zij kan heel goed rondjes draaien. Maar waar is Knorretje? Vraagt Nijntje. Zij springt het hoogst van ons allemaal. Daar komt Knorretje aan. Maar ze springt niet. Ze hinkt een beetje. Dag Knorretje. Wat is er gebeurd? Waarom hink je zo? Zegt Nijntje. Een ongelukje in de speeltuin. Zegt Knorretje. Ik viel van de glijbaan en toen heb ik mijn enkel verzwikt. Op dat moment komt Nijntje's moeder voorbijrijden. Maak je geen zorgen, Knorretje, zegt Nijntje. Je hoeft niet te lopen. Mijn moeder kan je met de auto naar Tante Trein brengen. En die weet wel hoe we je enkel beter kunnen maken. Ja, zegt Nijntje's moeder. Stap maar gauw in, Knorretje. En weg zijn ze met de auto.
Nijntje, Nina en Willemijn gaan lopen. Ze nemen de korte weg, dwars door de velden. En zo komen ze allemaal tegelijk aan bij het huis van Tante Trijn, bovenop de heuvel. Ik vroeg me al af waar jullie bleven, zegt Tante Trijn. Als ze hoort dat Knorretje pijn aan haar enkel heeft, weet ze precies wat ze moet doen. We doen een natte doek om je enkel, Knorretje. Dan wordt je enkel niet zo dik, zegt Tante Trijn. En dan ga je in een stoel zitten met je been op het kussen. Arme Knorretje. Haar enkel doet nu geen pijn. Maar ze is wel verdrietig omdat ze niet mee kan dansen. Nijntje, Willemijn en Nina oefenen hun deel van de dans. Maar ze vinden het jammer dat Knorretje niet mee kan doen. Niet zo treuren, zegt Tante Trijn. Ik heb een speciaal zalfje op Knorretjes enkel gedaan. En met een beetje geluk kan ze volgende week toch meedoen aan de uitvoering. Het is de avond van de voorstelling. En iedereen is benieuwd of Knorretje haar sprongen wel kan maken. Het gordijn gaat open en de muziek begint. Eerst komt Willemijn op. Kijk, ze danst op één been. Dan komt Nina. Wat een mooie rondjes. En Nijntje danst als een prachtige zwaan. Nu is het de beurt van Knorretje. Willemijn houdt haar adem in. Nina doet haar ogen dicht. En Nijntje doet een wens. Daar komt Knorretje en ze maakt 3 grote sprongen over het podium. Iedereen juicht. En Knorretje zegt blij, het deed helemaal geen pijn, dankzij Tante Trijn. Moeder Pluis heeft verse koekjes gebakken. En Nijntje brengt er een paar naar Boris en Barbara Beer. Als ze door het bos loopt, ziet ze een vogel in een boom zitten. Onderaan de boom ziet ze 1, 2, een heleboel paddenstoelen. Kijk, ze ziet een heleboel wolken in de lucht. En ze telt 1, 2, 3. Ineens ziet ze mooie vlinders. 1, 2, 3, 4. Wat kan Nijntje nog meer tellen? Dan weet ze weer dat er na het houten bankje nog maar een paar bomen staan voordat ze bij het huis van Boris en Barbara is. Daar is het bankje al. En ze begint te tellen. 1 boom, 2 bomen, 3 bomen, 4 bomen, 5 bomen. En ja hoor, daar is het huis. Dag Nijntje, zegt Boris. Wat leuk dat je op visite komt. Maar kijk eens naar de lucht. Allemaal donkere wolken. En voel je hoe hard het waait? Ik denk dat we storm krijgen en dat ik je beter meteen naar huis kan brengen. Maar ik heb lekkere koekjes voor jou en Barbara meegenomen, zegt Nijntje. Kom dan morgen terug, Nijntje. Dan drinken we samen thee en eten we de koekjes op. Boris brengt Nijntje terug naar huis. Al snel begint de wind nog harder te blazen. Nijntje is blij dat ze weer veilig thuis zit. Ze hoort de hele nacht de wind rondom het huis waaien. Maar de volgende dag is er geen wind. En als Nijntje uit het raam kijkt, ziet ze overal blaadjes en takjes op de grond liggen. 'S middags vraagt Nijntje aan haar moeder of ze weer bij Boris en Barbara op visite mag. Natuurlijk, zegt moeder Pluis.
en Nijntje gaat op weg. Ze ziet dat er in het bos ook overal blaadjes en takjes van de bomen zijn geblazen door de wind. Als ze bij het bankje komt, begint ze te tellen. 1 boom, 2 bomen, 3 bomen, 4. Maar er staan maar 4 bomen. De laatste boom is omgewaaid door de storm. Nijntje schrikt ervan. Boris, Boris, roept ze. Boris komt aangerend. Kijk eens wat er is gebeurd. Maar Boris is niet zo verbaasd als Nijntje. Ja, de storm blaast wel eens een boom om, Nijntje, zegt hij. Maar kom eens mee. Ze lopen naar de tuin achter het huis. Kijk. Elk jaar plant ik hier een paar nieuwe boompjes. Ik laat ze groeien en als ze groot genoeg zijn, zet ik ze in het bos. Mag ik je helpen om een nieuwe boom te planten? Vraagt Nijntje. Natuurlijk, zegt Boris. Laten we het meteen doen. Nu staan er weer 5 bomen, zegt Nijntje blij. En dan kunnen ze eindelijk thee drinken en de koekjes opeten. Op een dag rent Nijntje van school naar huis. Maar Snuffy rent haar voorbij en is als eerste bij de deur. Jij kan veel harder rennen dan ik, Snuffy, zegt Nijntje. Ik kan beter maar geen wedstrijdje met jou doen. En ineens krijgt Nijntje een idee. Ik ga een wedstrijd houden met al mijn vriendjes. Wie het hardste loopt, die wint. En jullie kunnen dan komen kijken. Eerst belt Nijntje met haar vriend Boris Bier. Boris, zegt ze. Ik wil een hardloopwedstrijd houden en nu heb ik vlaggen nodig om de richting aan te geven. Boris zegt, nou, ik kan niet zo goed hardlopen, maar ik maak graag de vlaggen voor je. Dan belt Nijntje haar andere vriendjes om ze over de wedstrijd te vertellen. Als de grote dag aanbreekt, heeft Boris alle vlaggen klaar. Hij zet iedere vlag in de grond om de richting aan te wijzen. Een blauwe vlag, een gele vlag, een rode vlag, een groene vlag en de laatste, een witte vlag. Alle hardlopers staan aan de start. Nijntje, Aagje, Nina, Knorretje en Boris. Barbara houdt de startvlag omhoog en ze roept, klaar voor de start, af! Ze zwaait met de vlag. Daar gaan ze. Ze rennen zo hard als ze kunnen. Wie gaat er winnen? Eerst komen ze langs de blauwe vlag. Aagje rent voorop. Boris probeert ook heel hard te rennen, maar hij is het niet gewend. En al snel loopt hij helemaal achteraan. Nu komen ze langs de gele vlag en ligt Knorretje voorop. Daar is de rode vlag al. Nu is het Nina die vooraan loopt. Maar het is Nijntje die als eerste bij de groene vlag aankomt. Intussen zijn vader en moeder Pluis naar de wedstrijd komen kijken. Maar ze zetten hun auto precies voor de witte vlag. Alle hardlopers stoppen ineens, want ze zien geen vlag staan. Ze weten niet welke kant ze verder op moeten rennen, omdat de laatste witte vlag onzichtbaar is. Die is verstopt achter de auto. Als ze allemaal stilstaan en om zich heen kijken, komt Boris eraan. En hij haalt ze allemaal in. Hij hijgt en puft en is helemaal buiten adem. Maar Boris rent door tot over de eindstreep. Barbara zwaait met de vlag. Je hebt gewonnen, Boris, roept ze. Wat goed van je. Dan rijden vader en moeder Pluis met de auto verder om de winnaar te feliciteren. Als ze wegrijden,
zien de anderen ineens de laatste witte vlag. Nu rennen ze weer zo hard als ze kunnen verder. Nijntje rent als eerste over de eindstreep. Maar ze is natuurlijk veel later dan Boris. Boris, hoe wist jij nou waar de eindstreep was? Vraagt Knorretje. Niemand van ons wist het. Nou, ik wist waar de witte vlag stond, omdat ik hem er zelf heb neergezet, zegt Boris. Maar Boris, zegt Barbara, dan heb je niet eerlijk gewonnen. Maar ik deed helemaal niet mee om te winnen, zegt Boris. Ik rende gewoon mee voor de lol. Nijntje is de echte winnaar. En nu juichen en klappen ze allemaal. Wat een leuke wedstrijd. Nijntje, Nijntje, kom erbij. Met jouw vriendjes reuze blij. Snuffie, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer.